Goedenavond, goedenavond ook meneer Baudard. Mogen we meteen beginnen u een aantal stellingen voor te leggen die u met ja of nee een kleine motivering kunt beantwoorden met betrekking tot dat celibaat. Het celibaat is soms een zware beproeving. Soms, ja. Dus niet ja en ook niet nee. Dat is we gaan zo meteen verder door natuurlijk naar aanleiding van die stelling over dat onderwerp. Volgende, zonder celibatair leven geen goed priesterschap? Nee. Dat zegt u heel resoluut. Ja, omdat het celibaat is een kerkelijke wet en het is ook het mag dan een offer heten, maar het is ook iets wat je krijgt, wat je kunt. En anders moet je het niet doen. Dus, en er zijn ook getrouwde priesters in de orthodoxe kerken. Dus in zoverre zou ik het niet onmiddellijk zo willen formuleren. De derde stelling dan. Het celibatair leven is soms eenzaam. Soms, ja. Maar dat is ook heel goed om verder te kunnen nadenken, ja. Dus het is niet ja en het is niet nee. Laatste stelling. Ik mis de liefde van een fysieke partner. Nee, ik ben toch echt voor de geestelijke liefde tenslotte geboren gebleken. Goed. Dan gaan we daar nu natuurlijk wat verder over doorpraten. Zijn er wat u betreft taboes vandaag hier? Nou, het hebben over het celibaat. Ik moet zeggen, ik heb het onderwerp niet onmiddellijk zelf gekozen, omdat ik vind dat je daar beter niet over kunt praten. Want je moet altijd alles uitleggen. En we leven niet in een periode waarin mensen gemakkelijk aanvaarden. De laatst heeft minister-president Rutte het nog verteld in Zomergasten. Het laatste taboe is wanneer iemand alleen blijft. Dat kan men bijna niet voorstellen. Nou, dat zegt meneer Rutte als vrijgezel. En dat kun je ook zeggen als celibatair levend priester. U zegt, ik heb het niet zelf gekozen. Musica Sacra heeft u gevraagd, dat festival, om daar vanavond over te komen spreken. Dus u praat daar hier vanavond ook al over. Ja. Waarom praat u er in feite niet graag over? Nou, omdat in het algemeen men het een onzinnig gegeven vindt in de wereld. Het tweede punt is dat het inderdaad een gave is om het te kunnen, maar het is ook wel een opgave. Dus het heeft iets van een offer ook. Maar om nou zelf te gaan praten over een offer dat jij zelf brengt, dat vind ik wel een beetje erg. Jezelf in het middelpunt plaatsend. Dat is een reden waarom ik het niet zo graag doe. En wat ik al net zei, dat de wereld bijvoorbeeld in de afgelopen jaren nogal wat verbindingen heeft willen leggen met de schandalen in de kerk. En het celibaat, terwijl het op geen enkele wijze is aangetoond. Ja, door het misbruik zouden de driften onbeheersbaar zijn. Maar dat iedere keer, alle journalisten vragen, zeggen dat iedere keer weer opnieuw. Het is op geen enkele wijze bewezen. En we moeten trouwens helaas de mensen... Vindt u het vreemd dat die link is gelegd? Nou, niet alleen door journalisten, maar ook door critici, andere critici van de kerk? Nee, dat begrijp ik natuurlijk. Omdat wij in een tijd leven dat men zich niet meer kan voorstellen dat men een leven leidt in onthouding. Dat begrijpt men niet meer. Dat heeft ook te maken met de seksualisering van de maatschappij, om het zo te zeggen. U zegt er is op geen enkele wijze aangetoond dat verband er is. Nee. Nou goed, dan hebben we dat onderwerp meteen gehad. Kunt u iets rustiger achterover gaan zitten? Gaan we het nu over u hebben in dat celibataire leven. U heeft wel, voordat u priester werd, uiteindelijk in 1992 bent u dat geworden, twee langdurige relaties gehad. Is het een voordeel of juist een belasting dat u dat ervaren heeft? Het is in zekere zin een voordeel en het is ook misschien een nadeel. Ik zal het uitleggen. Ik ben vanaf 1985 celibatair gaan leven. Dus het was 7 jaren voordat ik priester werd geworden. Hoe kreeg u die roeping? Die roeping had ik als kind al, maar door de chaos in de kerk in de jaren 60 en de tweede beeldenstorm. En door alles wat mij dierbaar is in de kerk, het mysterie, het heilige, toen het bij de vuilnisman werd gezet, toen dacht ik, moet ik het priesterschap maar eens een tijdje op de achtergrond laten geraken. Mede ook omdat de jezuïeten in Amsterdam, waar ik op school, dat mij te dom vonden om überhaupt priester te worden. Dat is een bepaalde periode geweest dat men dat zo dacht en dat men kinderen niet zo nauwkeurig bekeek als tegenwoordig. Het is een voordeel omdat je weet wat een relatie is. Mij is onlangs uitgelegd dat wanneer je trouw bent in een verbintenis, dan leef je celibatair min één persoon. Met andere woorden, de trouw in het priesterschap is vergelijkbaar met de trouw in een verbintenis. Dat is het voordeel. Het nadeel is dat je natuurlijk ook het seksuele leven hebt gekend en op grond daarvan...
Nou ja, daar je daar soms aan wordt herinnerd. Ja, ja, en los van het seksuele leven, een arm om je heen. Ja, of dat niet is alleen in bed liggen, dat soort dingen. Nou, alleen in bed liggen vind ik buitengewoon prima. Okay. Maar in moeilijke periode, ja. Hè, af en toe ben je natuurlijk ook al alleen. Of wanneer je tegenslag hebt, of wanneer je, nou ja, wat dan ook. Dan is een arm om je heen natuurlijk wel aangenaam. Ik heb een periode gehad van depressie. En toen zei mijn psychiater, dat was een mevrouw. Een oude dame, een oude Joodse dame in Amsterdam. Die zei, nou ja, als je nou eens gewoon dominee wordt, dan hebt u dat probleem. Ja, precies. Nou, dat vond ik dus nogal een zotte opmerking. Ik heb haar moeten uitleggen wat het betekent enzovoort. Ja. Maar dat is wel zo natuurlijk. Maar je kunt ook celibatair levend wel degelijk een arm om je heen krijgen. Ja, misschien niet in de letterlijkheid, maar in de rest natuurlijk wel. Want een priester die celibatair leeft, kan niet functioneren wanneer die niet ook vriendschappen heeft. Als u zegt, want u heeft dat andere leven, noem ik even, ook gehad, voordat u uiteindelijk priester werd in 92 en sinds 85 celibatair leeft. Voelt u zich wel eens dan een halve priester? Want u heeft een heel ander leven ook voor deze roeping, voor dit leven gehad. Nee, omdat ik namelijk in mijn hele leven zit een hele duidelijke lijn in. Ik heb die priesterroeping losgelaten toen ik omstreeks mijn 20ste, 19e. Ja. En toen heb ik inderdaad het leven genoten zoals het bestaat. Mm-hmm. Maar dat gebeurt natuurlijk tegenwoordig heel vaak. Men wordt tegenwoordig vaak niet meer gewijd op zijn 25ste. Mm-hmm. Men wordt vaak later gewijd. Dus met andere woorden, men heeft al het leven leren kennen. Het is al niet meer zo speciaal, zegt u. Het gebeurt veel. Maar ik moet wel zeggen, het gebeurt veel. Maar ik kan u er wel bij vertellen dat wanneer ik nu de keuze zou hebben achteraf, zou ik toch wel liever al 25-jarige gewijd zijn. Zoals dat aanvankelijk ook de bedoeling was geweest. En waarom dan exact? Omdat namelijk, kom je bij de kern van het celibaat. Ja. Het kern van het celibaat heeft toch te maken met de exclusiviteit van je geven aan Christus. Mm-hmm. Dat je hem navolgt. Dat je met hem een exclusieve verbintenis hebt. Dat je daardoor ook een verwijzende functie hebt. Mm-hmm. En dat je de mensen die aan jou zijn toevertrouwd moet begeleiden. En dat heeft iets van de beschikbaarheid voor alle mensen die aan je toe zijn vertrouwd. Mm-hmm. Bovendien is het een vorm van solidariteit met mensen die... Kijk, ik had niet zo'n problemen om überhaupt een relatie te krijgen. Maar er zijn natuurlijk mensen die daar wel moeite mee hebben. Ja. Nou, en dat is toch een vorm van solidariteit. Dus het is ook iets moois om iets van Christus, van Jezus dus, gestalte te geven. Wat ook de bedoeling is van de priester. Mm-hmm. Want volgens mij kun je aan een priester heel gemakkelijk zien of hij zelf gelooft in wat hij beleidt. Ja. En wie hij is. Dan wanneer hij de hand mee zou lichten. Mm-hmm. Wij geloven u bij deze. De vraag hoeft is... niet hoor, want ik ben gewend aan band houden. Nou, nee, maar dat zou ik nog helemaal niet willen beweren meteen. De vraag is wel, en dat is geen wantrouwen, maar verwondering. U bent een man van vlees en bloed. U heeft het andere leven ook geleefd, heeft relaties gehad, seksuele relaties ook gehad. En daarmee heeft u die herinnering, dat zei u net. Dat kan soms wel eens vervelend of lastig zijn. Althans, misschien wel een belasting zijn. Nou, belasting niet, maar het is een herinnering, zeker. Een herinnering. Bent u dan nu immuun geworden voor de charmes van een ander? Nee, natuurlijk, dat gaat nooit over. Nee. Ik ben ook wel blij ook dat het nooit overgaat. Maar hoe gaat u daarmee om? Dat hoort bij het leven. Nou, je moet altijd verstandig zijn. Hè? De kat moet je niet op het spek binden. Dus je moet altijd een zekere afstand houden. En dat vind ik ook helemaal niet zo moeilijk. Nee? Nee, ik hou ervan van een zekere afstand. Wat betekent dat u zegt de kat niet op het spek binden? Dat nou, u in bepaalde gelegenheden niet komt omdat u weet, dit zou wel eens gevaarlijk voor mijn celibatair leven kunnen zijn? Nee, in een bepaalde gelegenheid kom ik sowieso niet, want ik vind niet dat des priesters is. Bovendien, dan doet u bijvoorbeeld in een horeca gelegenheid of in een café? Nou, in een café kom ik sowieso niet, maar daar hou ik ook niet van. Maar een restaurant kunt u ook mensen ontmoeten? Ik kom wel in restaurants, natuurlijk. Ja. Nee, ik bedoel ermee dat wanneer je weet dat iemand op jou erg gesteld is en die wil met jou exclusief een afspraak maken, dan zou ik dat afhouden. Ja. Is het u wel eens overkomen tijdens uw celibatair leven dat u verliefd bent geworden? Ja, dat is wel eens voorgekomen, ja. En hoe ging u daarmee om? Ik hoop dat het nog blijft. Ja? Natuurlijk, dat hoort bij het menselijk leven. Maar dat hoort erbij. Maar je moet het niet wegdrukken, je moet ermee omgaan. En ik zal het u vroom formuleren. Ja? Dan breng je dat terug bij onze lieve Heer. Dan zeg je, lieve Heer, ja, nu ben ik toch eigenlijk wel nogal gesteld op die persoon. Ja. Maar u moet mij eventjes de hand reiken. Ja. Dus het is ook een... Kijk, een priester moet wel altijd bidden.
En de priester moet altijd weten dat hij in de navolging van Christus staat en dat hij voor de andere mensen een voorbeeld moet zijn. Ook al lukt het natuurlijk vaak niet. Ja. Dus dat is eigenlijk dat is de opdracht. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is een kwestie van gewoon je verantwoordelijkheid nemen en nuchter, schrander blijven nadenken. Kunt u zich voorstellen dat het voor bijvoorbeeld collega-priesters wel eens een worsteling kan zijn? Want er zijn natuurlijk ook mensen uitgetreden omdat ze verliefd werden en daar niet meer mee konden omgaan. Natuurlijk, dat begrijp ik. En die lieden heb ik natuurlijk ook wel eens ontmoet. En die heb ik ook wel natuurlijk geprobeerd te troosten. Ik bedoel, daar zijn we ook voor. Ja, maar wat vindt u ervan? De troost af te bekeren. Ja, precies. Nou, we moeten onszelf in eerste instantie bekeren. Mm-hmm. En wanneer iemand bij mij zou komen, dan zou ik proberen. Ik zou in eerste instantie troosten omdat dit de persoon overkomen is. En in tweede instantie zou ik natuurlijk nooit op iemand gaan zitten van je moet dit of je moet dat. Ik zou hooguit op de verantwoordelijkheid wijzen. Maar dat kun je natuurlijk niet zo in het algemeen op de televisie zeggen. Mm-hmm. Dat is iets wat heel persoonlijk is. En kijk, als iemand bij jou komt om daarover te praten, mm-hmm. dan ben jij degene die uitgekozen is om daarover te praten. En dan kun je. Ja, in zo'n situatie kun je dan hopelijk helpen. Ja. Het celibaat, u zegt, ja, ik praat er eigenlijk niet graag over. Het is persoonlijk, mensen vinden het vaak raar of begrijpen het niet goed. Is het denkbaar dat het ooit, en dat bedoel ik niet in de tijd dat wij nog leven, maar dat het een keer wordt afgeschaft, denkt u? Nou kijk, daar kan ik het volgende op zeggen. Vandaar dat ik in de openingsvraag, bij de stellingen ook daar wat terughoudend op reageerde. Wij kennen in de orthodoxe kerken, waarmee de katholieke kerk heel dicht probeert naar de bij te komen, dat we tot een eenheid weer geraken. Daar heb je dus getrouwde mannen die daarna dus priester worden gewijd. Dus het getrouwde, de getrouwde man die priester is, bestaat in de orthodoxe kerken. Wij mm-hmm. kennen het sinds het Tweede Vaticaans Concilie met mannen die getrouwd zijn en die daarna diaken worden. Dat bestaat al, de permanente diaken. Mm-hmm. Maar dus dat zou heel goed kunnen dat op een gegeven moment dat men daartoe zou besluiten. Al was het alleen al in het kader van de eenwording van de orthodoxe kerken met de westerse kerk. Maar, er is ook nog een maar aan. Kijk, de bisschoppen, de hogere klerus, wordt gehaald uit de monniken in de orthodoxe kerken. Celibatair leven de mensen. We hebben die traditie in het Westen niet. Wanneer je dus in de westerse kerk bisschoppen zou putten alleen uit celibatair levende priesters, dan heb je oftewel carriëristen, die dus doen, die blijven dus celibatair om daarmee een hoger ambt te kunnen bereiken. Dat is niet goed. Mm-hmm. In de tweede plaats krijg je dan mensen die van nature niet zo geschikt zijn of niet zo'n zin hebben om in een huwelijk te treden. Mm-hmm. Het huwelijk tussen man en vrouw in de katholieke kerk is een sacrament. Ja. Mm-hmm. In tegenstelling tot wat in de wereld nu aan de orde is. Nou, dat zijn dus elementen waarom er ook wel aarzeling is. Ja. En ik ken nogal wat mensen, ook jonge priesters, die toch dat celibaat, hoe raar het ook mogen klinken, die exclusiviteit ook iets moois vinden. Ja, dat is raar te verkopen, maar het is waar. En dan af en toe met kriebels in de buik. Maar dat hoort bij het mens zijn. De echte liefde praten die niet fysiek is. Nee, maar dat is natuurlijk ook dat. Ik probeer het vanavond in de opening te vergelijken met de hoofdse liefde in de middeleeuwen. Ja. De ridder die aanbidt een niet te hebben vrouw, meestal ook nog getrouwd. En hij moet een platonische relatie onderhouden. Nou, dat heeft de priester in zekere zin met Jezus ook. Als ik het zo mag zeggen. De beelden gaan natuurlijk allemaal gedeeltelijk mank. Maar ja, wij moeten wat met beelden, niet? Dus. Voor iemand die er niet graag over praat, praat u er zeer bevlogen over. Die wou ik toch nog even meegeven. Precies. Dank. Dank u wel.